Waar loop je nou allemaal tegenaan bij zo'n gezinshereniging? Kinderen krijgen hele lange vragenlijsten van de IND... Ja. Om te bewijzen dat ze een gezin waren... voordat de familie vluchtte uit het land van herkomst. Ja. En dat is voor die kinderen heel erg moeilijk. Ik vind dat het belang van de kinderen... dat hoort hier voorop te staan. In mijn ogen hoeven ze aan die kinderen maar één vraag te stellen. Wil jij naar je moeder toe? Nou... Wat denk jij dan dat zo'n kind zegt? Ja. Ja, altijd ja toch? Ja. Die tijd was erg moeilijke tijd. Ja, kon ik niet goed slapen, niet eten. Ja, ik was bang om uit te geboren. Waarom? Omdat het hele land niet zo veilig was. Ja, steeds oorlog en dagelijks hoor je nieuwe dingen. De tv of radio. Ja, ging het met mij niet goed. Toen zij buiten kwam, ik durf niet te zeggen, maar het was een mooie tijd. Ik zit op voetbal, F3. En we zijn kampioen geweest. We hebben een beker, 2 keer kampioen. Toen wij in Somalië waren, daar... Kinderen hadden geen toekomst, maar wij hopen nu hier in Nederland een mooie tijd te krijgen. Het is voor ons niet te beseffen, dit, hè? Nee, je kunt het je niet voorstellen. Als je zit te wachten op je kinderen dan, en je vrouw, dan kan je eigenlijk... Ja, je weet gewoon niet hoe je verder moet. De tijd staat stil. De tijd staat stil. Je kan je niet concentreren op school, op wat je dagelijks doet. Je kan gewoon geen plannen maken. Ze staan in Nederland, ze staan op de grond. Oh. Ze zijn hier. Ja, ze komen straks. Is het wat? Hé. Het is zo mooi dat je mensen weer bij elkaar kunt krijgen, dat je daarmee kunt helpen. Dat kinderen weer bij een vader en moeder zijn en dat zo'n gezin verder kan. Ja, dat geeft heel veel voldoening. Heel veel.